Say you want this energy. Hoi, leuk dat u kijkt naar Nijmegen in Beweging. Verschillende partijen hebben hun handen ineen geslagen om iedereen in Nijmegen en omstreken in beweging te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een leven lang verantwoord kan bewegen. Met dit programma hopen wij u veilig en vanuit thuis in beweging te brengen. Doet u mee? Goed, we gaan beginnen met warming up. We gaan lekker de spiertjes opwarmen. We beginnen lekker met stappen, neem de armen goed mee. Zoals je ziet hierachter kun je het ook zittend doen of bij de stoel. Gaat het wat te snel, doe je het op je eigen tempo. Uiteraard mag het altijd sneller. Goed, en we gaan door met de stap naar de zij en de V met de armen die je meeneemt naar de schouders. Heel goed. Goed bezig, ga zo door. Goed bezig. Hier lekker opwarmen. Heel goed, goed. Ga staan. Rechter voet gaat naar voren met de hak. En om en om. Neem je armen lekker mee. En als dat goed gaat, kun je de armen meenemen naar voren. Goed bezig, ga ze door. Nog 3 seconden. Oké, en we gaan weer lekker stappen op de plaats. Neem je armen weer mee. Goed bezig. Oké, en we gaan weer met de V naar de zijkanten. Tik je voeten aan tegen elkaar. Houd je rug recht. Goed bezig, ga ze door. Krijg het al een beetje warm. Ik ook. Oké, en de laatste weer met de hak. Om en om. Neem je armen weer mee. Goed bezig. Tik, tik, tik. Oké, en lekker stappen. Goed, we gaan door met de cardio. We gaan even de hartslag lekker omhoog. We beginnen lekker met stevig stappen. Neem je armen weer lekker mee. Goed bezig, ga ze lekker door. Oké, we gaan door met knieheffen. Rechte knie omhoog en de andere om en om. Gaat dit goed? Kun je je armen daarin meenemen? Mocht het te snel gaan, doe je het iets rustiger. Heel goed. Ga die kant op. Arm uit. Heel goed. Ook dit kan weer op een rustige tempo of sneller, mocht je het goed afgaan. Oké. We gaan staan en we gaan even de appels uit de boom plukken. Om en om. Pak ze echt, strek je armen helemaal uit. Pak ze helemaal vanuit boven. Trek ze naar je toe.
Goed bezig. Nog 3, 2, 1. En klap. Doe lekker mee. In de rolstoel gaat het wat moeilijker, dus probeer mee te klappen. Goed, en de laatste. We gaan even de hakken naar de billen. Voor in de rolstoel doe even je armen mee omhoog. Goed bezig. Laatste. Nog 3, 2, 1 en stop. We gaan weer door. We beginnen rustig eerst met stappen. We gaan nu een aantal oefeningen doen die goed zijn voor de spieren. We beginnen meteen beneden in de benen met de calf raises. Je gaat eigenlijk langzaam op je tenen staan en je gaat langzaam weer naar beneden. Hou hem bovenin een paar tellen vast en ga langzaam naar beneden. Eventueel kun je een stoel vasthouden om goed de balans te bewaren. En dan gaan we er even over in het stappen. Voor de volgende oefening kunt u er eventueel een paar kleine gewichtjes of natuurlijk gewoon flesjes met water bij pakken. Dan buig je iets naar voren en dan beweeg je de flesjes naar achter. Met de ellebogen gelijk aan de rug. Dit is een oefening voor de bovenrug om hem goed sterk te maken. Hou vol, nog een paar. Nog 2. Nog 1. En de laatste. En dan gaan we weer over in het stappen. Voor de volgende oefening hebben we de flesjes weer nodig. En we gaan eigenlijk doen alsof we aan het juichen zijn. We brengen de flesjes tot ongeveer schouderhoogte omhoog. Belangrijk is hierbij dat de handpalmen naar voren wijzen en dus ook naar voren blijven. Je kunt er eventueel ook een stapje mee naar voren zetten om het iets intensiever te maken, maar dit hoeft niet. Nog eentje. En dan mogen de flesjes weer naar beneden. En dan gaan we even stappen. We hebben nog een oefening voor de benen. Dit is de squat. Het is hier eigenlijk alsof je gaat zitten op een stoel, maar weer meteen opstaat. Dus je gaat naar beneden en staat weer op. Je kan eventueel je armen naar voren doen. Je kruist voor je houden. Net wat je fijn vindt. Om voor extra balans te zorgen, kan je het natuurlijk ook voor de stoel doen of een stoel aan de zijkant of aan de voorkant vasthouden. Zodat je niet omvalt. Nog eentje en dan gaan we weer terug naar het stappen. En dan gaan we het nog een keer herhalen. Dus we beginnen weer met op de tenen staan. Hierbij kun je ook je armen naar voren bewegen en weer terug naar beneden. Hou vol nog een paar. Jullie zijn lekker bezig. Nog 3. Nog 2. En de laatste. We gaan weer een paar tellen stappen. En nu pakken we de flesjes er weer bij. En gaan we weer terug naar het roeien. Je gaat dus weer iets voorover buigen. En je brengt de flesjes rustig, gecontroleerd naar achteren. Als dit iets te zwaar is, dan kun je iets verder rechtop gaan staan. Maar als het juist te licht is, kun je iets verder naar beneden gaan staan. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Hoek weer even naar beneden en gaan we even stappen. En dan pakken we de flesjes er weer bij. En dan gaan we eigenlijk weer de juiste beweging maken. Dus de flesjes gaan omhoog en weer naar beneden. Eventueel met het stapje naar voren en terug naar achter. Goed bezig. Hou nog heel even vol. Nog 3, nog 2,
En de laatste. En dan mogen de flesjes weer weg. En nu gaan we eigenlijk weer doen alsof we op de stoel gaan zitten. In een squat. Dus je gaat naar beneden. En je komt weer omhoog. Let erop dat je je voeten een stukje bij uit elkaar zet. Zo heb je iets meer balans. Kom op, hou vol. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Dan gaan we nog even uitstappen. En dan zien we jullie weer terug bij de cooling down. We sluiten deze dag af met een aantal oefeningen om het lichaam weer rustig, het hartslag rustig naar beneden te krijgen. En we beginnen eigenlijk, net zoals bij de zwemles, bij de boskrabbel. Dus we gaan de armen naar voren bewegen om en om. Doe het rustig aan, het hoeft niet meer snel nu. Eventueel kan je je benen er ook een beetje bij optillen. Doe nog 3 keer. Nog 2 keer. En de laatste. En dan gaan we door naar de beenstretch. Hierbij zet je je benen een stukje uit elkaar en ga je eigenlijk op je ene been hangen. Hierdoor voel je een stretch aan de binnenkant van je ene been. Probeer je voet plat op de grond te houden. Is het te licht, zet je benen iets verder uit elkaar en ga je dieper naar beneden. Ga eigenlijk gewoon door tot zover als fijn voelt. Dan draaien we het been om. En dan gaan we nog even de benen aan de achterkant stretchen. Hierbij zet je je voet naar voren, je tenen omhoog en ga je een beetje naar beneden hangen. Dit voel je aan de achterkant van je benen. En wissel ze om. Bij deze geldt hetzelfde. Ga dieper naar beneden als je de rek niet voelt, maar stop wanneer je hem voelt. Het mag niet pijn gaan doen. Dan gaan we nog even de nek losmaken. Hierbij leg je je nek rustig in je hals. En daarna rustig naar voren. Vervolgens breng je je linkeroor naar je linkerschouder. En andersom. Herhaal dit 1 keer. En let erop dat je je hoofd niet naar voren en opzij laat vallen, maar rustig beweegt. Dan gaan we naar de laatste stretch. Hierbij doe je eigenlijk alsof iemand een knuffel geeft. Dit is voor je rug en voor je borst. Zet er eventueel een stapje bij naar voren en naar achter. En dan doen we nog 1 keer de boskrabbel. Dus je gaat weer zwemmen. Eventueel met een stapje erbij. En adem nog 1 keer diep in en weer diep uit. Maak je bij het inademen helemaal lang en bij het uitademen weer klein. Adem in en adem uit. Stap nog even uit. En dan wil ik jullie bedanken voor het meedoen met de les. En hopelijk tot de volgende keer.